Fijn dat je luistert naar deze podcastserie Kies voor een hoopvol leven. In deze serie gaat het over hoop. Hoop maakt immers dat we plannen kunnen maken, iets voor anderen kunnen betekenen en tegenslagen kunnen incasseren. Hoopvol leven is onze roeping vervullen en het licht van het komende godsrijk nu al op deze wereld laten schijnen. Welkom in de podcastserie Kies voor een hoopvol leven. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben Relatie en Gezinstrepper en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in het Belgisch Limburg. Vandaag wil ik het hebben over trouw. Trouw meer dan liefde. Met trouw is het slecht gesteld in onze samenleving. Niet dat er geen trouw beloofd wordt op alle mogelijke manieren, maar omdat trouw blijkbaar een houdbaarheidsdatum heeft: zowel van vriendschappen, politieke beloftes. De kwaliteit van verkochte producten en helaas ook van partnerrelaties. En vooral over die partnerrelaties maakt me zorgen. Vier op de tien huwelijken strand vroeg of laat en bij samenwoningsrelaties van ongehuwden nog veel meer. En ook in blijvende relaties gaat het regelmatig mis. Meer dan vroeger hebben we koppels de gewoonte om bij een huwelijksviering persoonlijke trouwbeloften naar elkaar uit te spreken. Soms in een uitvoerige toespraak, soms in een gedicht en soms in een lied. En ik luister daar met dubbele gevoelens naar. Het is mooi om die intenties en goede bedoelingen en men is zeker verliefd op dat moment, maar is het wel realistisch? Zeker als je weet dat deze intentie al eens eerder is uitgesproken en je beseft dat veel relaties vroeg of laat uit elkaar gaan. Hoe het ook zij, aan de intenties en het verlangen kan het niet liggen. Want die zijn onmiskenbaar aanwezig. Ondanks de vele ontrouw is trouw wat er uiteindelijk wel verwacht wordt van de liefde. We beseffen allemaal dat passie een prachtige startmotor kan zijn, maar dat het met elkaar leven ook hard werken betekent. Op elkaar afstemmen, moeilijkheden overwinnen, offers voor elkaar brengen, conflicten uitspreken en elkaar vergeven. En daar blijkt de echte trouw uit. Daarmee wordt een diepe behoefte aan zekerheid vervuld. Wat er ook gebeurt, de ander laat mij niet vallen. Trouw is ook nodig om jezelf te kunnen zijn in een relatie, om niet uit angst voor de ander een rol te spelen en je behoeften te verbergen. Trouw is nodig om te kunnen groeien en te mogen veranderen, zonder angst te hebben dat de ander je erom zal afwijzen. Ten slotte heb je trouw ook nodig om de ander beter te leren kennen, de keuze. Wat ik ook over de ander te weten kom, ik blijf van hem houden. Dat geeft ruimte om de ander te leren ontdekken. Geen oordeel. Het is natuurlijk heel gemakkelijk als je zelf niet gescheiden bent het moralistische vingertje op te heffen en oordelend naar de huidige maatschappij te kijken. Maar dat zou niet eerlijk zijn. Ten eerste omdat er dan geen recht wordt gedaan aan het verlangen van de meeste mensen naar duurzaamheid in relaties. Maar ook omdat het onze Eigen kwetsbaarheid en gevoeligheid dan ontkent? Beter is het om eens te kijken naar oorzaken van relatiebreuken en welke hindernissen het uitvoeren van onze goede intenties in de weg kan staan. En ik maak hierbij het gebruik van het model dat ik bij Steven Covey vond en die vier niveaus ziet in relatievertrouwen: integriteit, intenties, capaciteiten en resultaten. Laat ik beginnen bij de intenties. Zoals ik al zei, deze zijn volop aanwezig. We verwachten veel meer van de relatie dan we ooit gedaan hebben. Niet alleen zorg, seks en kameraadschap, maar vooral ook een diepe bevestiging van mijn persoonlijke waarde, genezing van alles wat mij verhindert gelukkig te zijn, geloof en bevestiging van wat nog te ontdekken valt, hulp bij het ontdekken van talenten en mogelijkheden, maar vooral exclusiviteit. De belangrijkste en mooiste persoon te zijn voor de man, vrouw aan wie wij ons hebben gegeven. Liefde is waarom het draait in het leven, en daarom is ontrouw een traumatische ervaring. Maar gezien de grote behoefte aan liefde, gaan als een relatiebreuk definitief is, de meesten toch op zoek naar iemand die deze behoefte kan vervullen. Moeten we dan maar met minder intenties het huwelijk instappen, minder verwachtingen koesteren, bijvoorbeeld wat realisme inbouwen? Misschien wel, maar ik verwacht dat meer van het werken aan de andere relatieniveaus, zodat de intenties vanzelf wat meer in balans komen. Competenties We kunnen wel het verlangen hebben om de ander gelukkig te maken, maar zijn we er ook bekwaam voor? Kunnen we dat? Hebben we de capaciteiten om onze beloften waar te maken? Ik denk dat daar het schoentje wringt. Om iets te kunnen voorbrengen, hebben we inzicht nodig in de mogelijkheden die ik heb om het na te komen? Als ik levenslange trouw beloof, ken ik dan mijn vermogens om dit waar te maken? Heb ik de competentie daarvoor in huis? Ben ik iemand die met verschil kan omgaan? Kan ik vergeven? Fouten erkennen, mezelf wegcijferen, het goede in de ander opmerken en dankbaarheid tonen? Ben ik iemand die geïnteresseerd is in de achtergrond van iemand? Heb ik respect voor de grenzen van de ander? Heb ik empathische vermogens? Kan ik me inleven in de ander? Dit soort zelfonderzoek strookt niet met passie en alle andere euforische emoties die bij verliefdheid horen, maar is wel nodig om de relatie een betere basis te geven. Het verhoogt je zelfvertrouwen en maakt dat je in staat bent om ook naar de ander, minder leuke kanten van de ander te kijken, zonder zelf van streek te raken. Leerschool. Elke competentie begint met de erkenning dat je incompetent bent. Je begint een opleiding, een nieuwe baan of een huis te bouwen, maar ontdek je dat je capaciteiten ontoereikend zijn. Dat je nieuwe kennis moet vergaren, hulp en advies nodig hebt, andere technieken moet aanleren. Passie voor iets of iemand is een leuke start, maar ben ik bereid te erkennen dat ik iets moet leren? Wanneer een koppel vastloopt in de relatie, is het geen tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe passie, maar tijd om toe te geven dat je incompetent bent om je goed af te stemmen op je partner. En dat je aan een leerschool begint. Goede competenties vragen om een lange weg van training fout te durven maken en daarvan leren. Nieuwe inzichten toelaten en anderen om raad vragen. Dit vraagt ook van ons als langgehuwden of als kerkgemeenschap dat we transparant zijn en geen volmaakt ideaal voorschotelen van het huwelijk. Dat we eerlijk zijn over ons eigen leerproces en dat ook voor ons liefde een levenslang groeiproces is. Integriteit. Volgens Kofi begint alles met integriteit. Ten diepste willen we allemaal integere mensen zijn, willen we congruent gedrag vertonen, die overeenkomt met ons denken. Toch gaat dat niet vanzelf. Om een integer persoon te zijn, zullen we zicht moeten hebben op onze waarden. En welke prijzen we willen we betalen om deze waarden waar te maken? Zo kan moed een hoge waarde voor je zijn. Maar waar blijkt dat uit in je leven? Als moed een offer vraagt, gevaar oproept, je in een moeilijke positie brengt, blijft dat dan nog. Prioritair? Of ontdek je in crisismomenten dat veiligheid net iets belangrijker is? Vaak wordt er te snel van uitgegaan dat partners dezelfde waarde hebben. Daarom is het niet zo belangrijk om tijdens de voorbereiding naar het huwelijk er expliciet naar te vragen en het over te hebben. Geloof. Maar is dit voor gelovigen niet anders? Zorg het geloof er niet voor dat je trouw blijft en je verleiding uit de weg gaat. Als ik kijk naar de toename van relatiebreuken onder christenen, ben ik hier niet gerust op. Bij gelovigen gaat bij ontrouw de pijn vaak nog dieper. Niet alleen is men teleurgesteld in de ander, maar ook nog in God. Is God dan niet in staat om onze relatie goed te houden? Kan Hij ons dan niet beschermen tegen verleiding? Geloof is echter geen levensverzekering tegen relatieproblemen. Nog minder mag het je van de taak ontheffen om eerlijk aan zelf onderzoek te doen, naar je levenswaarden te kijken en hoe je hier tot nu toe mee bent omgegaan. Geloof mag geen excuus zijn om je eigen competentie niet tegen het licht te houden. Juist gelovigen moeten zich bewust zijn van hun zwakheden en dat ze levenslang leerling zijn en dat je waarden niet onaantastbaar zijn, maar getest zullen worden. Voor een gelovige is zijn trouw geworteld. In het trouw van God. Trouw in de Bijbel komt tot uitdrukking in het sluiten van verbonden. Telkens opnieuw zoekt God mensen of groepen met wie hij een verbond kan sluiten. Het is voor God niet genoeg om eenzijdig om ons zijn liefde te laten zien. Hij heeft verbonden ingesteld om zo in relatie met ons te treden. En te laten zien hoe hij voor ons zorg wil dragen en hoe wij op hem beroep kunnen doen. Hij is niet onduidelijk over hoe geliefd wij zijn en wat hij voor ons wil doen. Meer nog, door middel van een verbond wil God ons laten zien hoe hij werkelijk is, dat Gods trouw het deel is van zijn karakter, en dat hij ondanks onze fouten en tekorten toch van ons houdt, met ons doorgaat en ons niet laat vallen. Hoewel God in zijn verbonden met mensen laat zien wat goed voor ons is en hoe we kunnen reageren op zijn belofte, is zijn verbond toch in eerste instantie iets dat eenzijdig van hem uitgaat. Dat zien we al in het verbond dat hij sloot met Abraham. Maar nog meer door Jezus' leven, sterven en verrijzenis. Jezus laat zien hoeveel God van ons houdt en dat hij eenzijdig zal voltooien wat hij ons belooft. Wat betekent dit nu voor onze relaties? Als wij een relatie met onze partner aangaan, kijken we niet alleen naar de ander en hoe deze zijn deel van ons levensverbond invult, maar we kijken ook naar God. Die wil dat ik iets van zijn eenzijdige en onvoorwaardelijke liefde toon in mijn rol als partner. Dit zal altijd onvolmaakt zijn, maar tegelijkertijd geeft de rust dat ik naast mijn partner en mijn eigen intenties een andere bron heb. Dat ik naast alle andere rollen die ik vervul, ook in mijn huwelijk iets van Gods missie mag realiseren. Herstel van trouw. Als de trouw eenmaal geschonden is, lijkt het bijna onmogelijk deze herstellen. Want hoe diep het berouw ook is en hoeveel goede beloften er gedaan worden, hoe kan de bedrogene geloven dat deze gehouden zullen worden? Beloften die geschonden zijn, kunnen niet hersteld worden met nieuwe beloften alleen. Herstel kan alleen als er een nieuw verbond wordt gesloten. Het oude heeft niet gewerkt en herstel daarvan geeft onvoldoende zekerheid. Het maken van een nieuw verbond is niet goedkoop, maar de bekroning van een weg van berouw, vergeving en inzicht. In een nieuw verbond van trouw zal rekening gehouden worden met elkaars zwakheden en de bedreigingen van de relatie. Maar men zal ook samen op zoek gaan naar nieuwe bronnen en kansen, en deze kunnen liggen in een nieuw of te versterken netwerk van vrienden, familie en kerk. Maar vooral ook in een dieper verbondenheid met God, en besef van een gemeenschappelijke roeping. Je hebt geluisterd naar een aflevering... Kies voor een hoopvol leven. Presentator Gerrit Houtman. Meer informatie... ga dan naar onze website. www.btesda.be Wilt u hulp ontvangen? Of heeft u vragen... naar aanleiding van dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar...